Goedendag. Kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dat er veel wolken vandaag over Nederland trokken. Nou, dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezien, maar in de loop van de middag kwamen er ook een paar opklaringen. Er vielen buien. Vanochtend was dat vooral in de vorm van motregen. Vanmiddag werden ze wat pittiger, maar ook wat lokaler. Steeds meer plaatsen bleef het vooral een paar uur achter elkaar droog. Op de Noordzee zien we een gebiedje met wat bredere opklaringen. Nou, dat komt allemaal langzaam onze kant op. Morgen hebben we daardoor een wat vriendelijker weertype te pakken. Maar we e kijken eerst even naar de situatie in Europa. Dan zien we dat het uh, nou, best rustig weer is in Frankrijk. Flinke zonnige periode. Grote regengebieden trekken over Scandinavië. En morgen in de loop van de dag ook over Ierland en Schotland. En dat regengebied bereikt ons net niet, de luchtdruk is daar net te hoog voor. Heel misschien een spatje donderdag later op de dag in het uh, kustgebied. Al met al dus uh, rustig weer in onze omgeving en vooral veel regen in Scandinavië. Vanavond bij ons nog een laatste wegtrekkend buitje in het oosten. Maar al snel zal het op de meeste plaatsen droog zijn. De zon schijnt nog af en toe, maar de wolkenvelden die we net al op de satellietfoto zagen, die blijven ook nog over het land trekken. 14 tot 17 graden is het vanavond. En het waait stevig langs de westkust, windkracht 5 à 6 Langs de noordkust, windkracht 7. Uit het noordwesten. Echt een uh, forse wind dus. Vannacht neemt de wind dan iets af. Langs de noordkust, windkracht 6. Op de oostelijke wadden misschien nog heel even, windkracht 7. En in het binnenland, windkracht 3 a 4 Er zijn brede opklaringen. Kwik daalt tot rond 10 graden. Er zijn ook nog steeds een paar wolkenvelden. Heel lokaal kan nog een spatje vallen. En dat geldt ook voor morgen overdag. In principe is het eigenlijk op de meeste plaatsen droog weer. Er valt slechts een enkel buitje. Ik zou zelf de paraplu gewoon thuis laten. Even naar onze regenradar kijken in de app, maar uh, waarschijnlijk laat hij helemaal niet zien. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. Geen strak blauwe lucht dus, maar wel uh, genoeg stukken met blauw waar de zon haar momenten kan pakken. En de temperatuur loopt dan op tot zo rond 20 graden in het binnenland. Aan zee is het bij de matige westelijke wind 17 à 18 graden. Een redelijke dag. De donderdag is beter. De kans op een bui is dan veel kleiner. Misschien dus in de avonduren aan zee iets, maar overdag grotendeels droog weer. En het wordt ook wat warmer. 19 tot 22 graden. Op de warmste plek verwachten we 23 graden in het oosten van Brabant. De wind niet meer uit het noordwesten of westen, maar uit het zuidwesten. En die voelt meteen ook wat warmer aan. Vrijdag draait hij wel weer naar het westen. Dan krijgen we opnieuw met een paar buien te maken. De kans op buien is vrijdag duidelijk groter dan bijvoorbeeld morgen of donderdag. Ook af en toe zon, temperatuur rond 20 graden. En echt beter weer wordt het in het weekend. Zaterdag al 22 tot 26 graden. En zondag, zondag wordt het mogelijk 27 graden. Maar zondag kan er misschien wel weer een bui vallen. Nou, die stijgende lijn die zien we ook hierin terug. Maar we zien ook dat die op zondag stopt. Waarschijnlijk in de loop van volgende week, in de eerste vakantieweek voor Midden-Nederland, weer lagere temperaturen tot rond 20 graden. En dan richting het weekend daarop lijkt het kwik weer te gaan stijgen. Nou, dat is allemaal nog ver weg. Eerst maar eens wachten op het komende weekend. Dat ziet er dus best goed uit. Zeker op de zaterdag. Op zondag wel hogere temperaturen, maar ook een grotere kans op buien. Ik ben Michiel Severin.